In de bodem zitten diverse bronnen, die vellen het water op. En zo wordt het bad gevuld. Dus het is grondwater waar mensen in zwemmen. En is dat ook nog geneeskrachtig, helend of dat zoiets? Nee. Dan moet je echt, denk ik, naar Italië of zoiets. De vrijwilligers die hier werken, dat zijn mensen die allemaal de gepensioneerde leeftijd hebben en hun steentje hier bijdragen. Onderhoud, straatwerk, speeltoestellen. Grasmaaien en bomen zagen en dat doe ik veel. De vrijwilligers die doen al het nodige onderhoud, niet alleen op dinsdagmiddag, maar gaan in de tijden daar buiten kijken, is er vervuiling, moet er wat opgeruimd worden. En dat zijn allemaal kosten als je daar betaalde mensen op moet zetten. En dan denk ik dat het bad binnen een jaar dicht zit. Helemaal dicht. Wat gaat er gebeuren, mannen? We gaan dat gele glijbandje wat daar in het water ligt, dan gaan we eruit halen. En die proberen we naar de kant toe te krijgen, zeg maar. Ze gaan de vlot deze kant op drukken. En dan gaan wij daar erop en dan halen we die ding op. Zonder dat we nat worden natuurlijk, hè. U heeft allebei geen zwemdiploma? Nee, nee. Geen diploma. Geen diploma. Heeft u uw zwemdiploma? Ik heb geen zwemdiploma, ik kan helemaal niet zwemmen. En toch vrijwilliger hier, hè? Ja. Allemaal vrijwilliger werken, maar dit is heel leuk. Ook al kun je niet zwemmen, kun je nog vermaken. Houdt u van zwemmen? Nee, ook niet. Ik ga meer fietsen. Heeft u dan tenminste een zwemdiploma? Ook niet. Wij willen graag over reis of vrijwilligersprijs winnen. Omdat we nog meer willen veranderen, nog meer spelmogelijkheden voor de bezoekers. Dan zitten wij te denken aan een heel groot springkussen, zo'n halve bal. Een kabelbaan willen we graag hebben, maar dan praat je over tussen de 60.000 en 80.000 euro. Is haast niet te betalen uit de kleine beetjes geld waar je zo links en rechts een beetje bij elkaar sprokkelt. Nou, dat ging allemaal maar net goed. Een bepaalde risico moet je nemen, hè? Anders kom je niet verder in het leven. Ik, maar voor de rest, ik heb de voeten nog droog. Het ging goed. Mijn vraag is aan andere verenigingen. Wij willen diverse aanpassingen doen. Hoe komen wij aan geld? Hoe doen andere verenigingen dat om ergens geld vandaan te halen? Zijn er instanties die ons hierbij kunnen helpen?